Deze dingen die hier nu gebeuren, die kunnen wij niet zomaar langs ons heen laten gaan. Want wat Christen speelde, die hield ons eigenlijk aan de gang met allemaal cadeautjes die ineens voor de deur lagen en eten wat voor de deur lag. Wij dachten, oh, zij weet het, zij heeft de sleutel tot wat hier is gebeurd. Ja. Of de achterlijke postbode. Ja. Loop, ja. Ik ook. We zijn begonnen. Wow. Is buitengewoon fascinerend. Welke keuze maken ze? Hoe ontwikkelt zich dat verhaal? Hoe komen ze uit deze situatie? Wat knap dat ze dat verzinnen! Papa is niet zo. Wij werden teruggeroepen naar de plek waar wij een moord hadden gepleegd. We hadden elkaar sindsdien niet meer gezien. Ik geloof dat wel 50 jaar geleden was of zo. En wij waren met een soort geheimschrift teruggeroepen. Maar die moord, daar zat ik ook een beetje achter. Jullie zijn er tussen tweeën die het probleem hebben. Jullie moeten die stap maken. Ik hoef hier geen stap te maken. Het gaat erom, en ik kijk jou niet aan. Ik speelde met Jules Bazet, ik speelde met Jo Wittemans, ik speelde met Jantje van Eindhoven en ik speelde met Christen, maar hoe heet ze nou de achternaam? Denkers. Denkers, dat, ja. Het is een sprong in het diepe en... Het verschil tussen diepe en dat bungee jumpen is dat je ook weer terugkomt. Dat is wel zo. Dat je op een gegeven moment weer door gaat vliegen en langzamerhand raak je eraan gewend. En dan worden die uitslagen steeds minder en dan word je rustiger. Tenminste, dat was bij ons wel zo. Vanaf wanneer